Hallo, ik ben Michael. Ik ben samen met mijn groep bezig in een textielproject. Het textielproject gaat over het herbruiken en het recycleren van oude kleding. Wij hebben gekozen om uit oude kledij bijvoorbeeld katten- en hondenspelen te maken, zowel voor comfort als speelvoorwerpen voor de honden en katten. We hebben als voorbeelden kussens, krabpalen, knauwballen, triktouwen en hangmatten. Een krabpaal zou bijvoorbeeld kunnen gemaakt worden uit gerecycleerde kledij als basis, als stevigheid voor de palen en zoals vulling voor de kussens. Pijpen van jeans kunnen we dan gebruiken om de circulaire vorm van de slinger aan te kunnen houden en de stevigheid van de jeans kunnen we dan daarbij ook gebruiken. Het touw uit oude kledij zouden we kunnen maken en dat zou dan de buitenbekleding van de paal zijn. Dat zou dan veel steviger zijn en kunnen katten er zich ook heel goed mee bezighouden. Het team voorstellen, Hamza. Hallo. De proefkoning plus het productontwikkelaar. Koning. Majda, productontwikkeling en ook het ontwerp en de vormgeving. Ik ga de materiaalexpert zijn. Noerdien. De marketing en verkoop. Bye, Noerdien. Noerdien. En Junior zal ook werken aan de vormgeving. Nico zal dan als tweede proefkonijn plus de marketing beheren. Allee, Nico. Onze motivatie is wel om aan de maatschappij mee te werken. Het zal ook milieuvriendelijker zijn om de grondstoffen die we eigenlijk nu allemaal wegsmijten en verbranden, telkens opnieuw te verwerken en te hergebruiken. Ons eigen bedrijf zouden we ermee kunnen starten om ook woord in de bevolking en een voet in de maatschappij te kunnen zetten. Samen kunnen we als een groep werken, als eigenlijk een schoolgroepje, dan een groot bedrijf kunnen we mogelijk opstarten. Ook de creativiteit spreekt ons groots aan. En natuurlijk de grondstoffen redden. En van welke school?